Daphne, goede vraag. Ik was 16, 17 denk ik, toen ik voor het eerst een polstuk beet hield. En daarvoor heb ik altijd geturnd en toen ging ik op atletiek. En toen dacht ik, hey, polstuk springen lijkt me best wel een vet onderdeel. Dus laat ik het eens gaan proberen. Dus eigenlijk was ik niet zo heel erg jong. Vaak zie je dat mensen wel iets eerder beginnen. Mondo Duplantis, die springt bij de mannen. Die begon al heel vroeg. Dus ik was er iets later bij. Maar goed, wil niet zeggen dat je het dan daarna niet meer alsnog kan leren. Mijn beste onderdeel na het polstuk hoog springen is denk ik... Nou, ik zou zeggen horden, maar ik denk niet dat iemand mij wil zien horden lopen. Dus misschien meerkamp, maar dat is dan 7 keer ellende. Dus ik weet ook niet of dat echt een succes is. Maar als ik iets zou moeten kiezen, zou ik toch gaan voor de hordes. Ik bedoel, polstuk springen is misschien een beetje een onderdeel waarvoor je gewoon veel lef moet hebben. En voor die hordes ook. Ik ga er als een tornado op af en dan zien we wel of ik de finish haal. Aan hoeveel wedstrijden heb ik meegedaan in mijn hele leven? Van de atletiek. Dan denk ik dat ik zo ongeveer zou zeggen... Ik was 15 of 16 toen ik ongeveer begon. Ik ben nu 24, dus dat is zeg maar 9 jaar. Hoeveel wedstrijden doe je per jaar? 20? 180 wedstrijden? Zoiets? Vind ik niet zo heel veel klinken eigenlijk. Maar zoiets. Onder de 200. Ja, Berlijn was een hele ervaring. De voorbereidingen voor Berlijn liepen een beetje stroefjes. Maar alsnog heb ik wel heel erg genoten van het toernooi. Ondanks dat de prestatie natuurlijk tegenviel. Het stadion is echt heel groot en het is echt heel bijzonder om daar te staan op het veld. Dus ja, ik heb zeker genoten en ik ga de komende dagen ook nog zeker genieten van alle prestaties die Team Nederland nog gaat leveren. Dus ik zit op de tribunes om de anderen aan te moedigen. Mijn record is 4,55 meter outdoor en indoor 4,50 meter. Dus ik zeg altijd 4,55 meter klinkt hoger, dus beter. Daar ben ik zeker blij mee. Maar dat moet ook nog wel een stukje hoger kunnen. Dus ik ben pas echt blij als het een nieuw record wordt. Hoe kan je net zo goed worden als ik? Nou, ik denk ik zou beginnen met gewoon je angst opzij zetten. En gewoon er heel hard voor gaan. Dat werkt sowieso in je voordeel. En daarnaast denk ik dat je vooral heel veel plezier moet houden in het polstuk springen. Dat is ook wel wat mij altijd wel op de baan houdt, om het zo maar te zeggen. Dus met die twee dingen kom je denk ik heel erg ver. En heel veel trainen. Sterk worden, snel worden. Dan moet het wel goed komen. Jos, ik ga naar vakantie op Bonaire met onder andere Jos. Dus Jos, bedankt voor deze superzinnige en nuttige vraag. Prof, ja, wanneer ben je echt een prof is dan natuurlijk wel een beetje de vraag. Maar ik denk dat toen ik me plaatste voor het WK in Beijing in 2015, toen plaatste ik me ook direct voor de Spelen in 2016. Toen vond ik mezelf wel een prof. Misschien was ik daarvoor al wel een beetje prof, maar toen voelde het wel alsof ik echt een serieuze prestatie aan het leveren was. Ik ben in 2013 heb ik zilver gewonnen op het EK Junioren in Italië. Dat was eigenlijk mijn eerste echte atletiekprijs. Ik ben natuurlijk Nederlands kampioen geworden. Vroeger toen ik turnde ben ik ook wel eens Nederlands kampioen geworden. Leuk, bijzaak, leuk. Verder heb ik ook wel eens een spelletje gewonnen. Verder win ik niet zoveel, maar ik ben wel fanatiek. Hoi Bas! Als ik zo meteen terugkom uit Berlijn, ga ik eerst even op vakantie. Maar daarna zijn in het begin van september de Urban Bobfold Series in Alphen aan de Rijn, Wormerveer en Apeldoorn. Dus daar ben ik met onder andere andere springers te zien. En wat je dan kan verwachten is vooral een groot spektakel en hopelijk ook nog wat mooie sprongen. Sowieso dat je niet tegen me op hoeft te kijken, maar goed, als je dat dan toch doet. Dat als je iets te vragen hebt, je dat vooral aan me vraagt. Via Instagram, Facebook, Twitter, weet ik veel hoe. Vraag vooral als je iets te vragen hebt. En geniet van de atletiek, want atletiek is gewoon heel erg leuk. Mijn mooiste herinnering aan de Goudse KNS is toch wel de stroopwafels die je daar krijgt als je een onderdeel wint. Ik schreef me altijd in voor lekker veel onderdelen, lekker veel stroopwafels winnen. Maar ook, ik heb daar een keer een 800 meter gelopen in
Misschien was het wel een PR en ik vind de 800 meter echt een verschrikkelijk onderdeel. Maar het ging toen best wel goed, want er stonden heel veel mensen langs de kant die me gingen aanmoedigen. En daardoor heb ik denk ik toen wel goed gelopen. En het is altijd gewoon een hele gezellige wedstrijd. Ik ben vaak jurylid daar ook nog. Dus als je een keer wilt dat ik die jurylid ben met verspringen, ga naar de KNS.